Ontslag vanwege een saneringsstaatsdienst is sinds 1983 in de personeelswet opgenomen. De president kan dus in algemeen belang een algehele reorganisatie, inkrimping en sanering vorderen en aan groepenlandsdienaren ambtshalve ontslag aanzeggen. Dit haalde econoom Wonnie Boudou afgelopen donderdag aan tijdens Econotori van de Vereniging van Economisten in Suriname VES met als onderwerp een slanke en efficiënte overheid. Dus de president kan een staatsbesluit uitvaardigen waarin het saneringsbeleid wordt vastgelegd. Het moet echter niet alleen een beleid zijn om ambtenaren met ontslag te sturen, maar om een volledige reorganisatie van het apparaat. Efficiëntie en effectiviteit moeten het doel zijn. Er moet sprake zijn van een gericht werkgelegenheidsbeleid. Want als de ambtenaren met ontslag gaan, moeten ze ergens anders kunnen werken. Een ambtenaar kan in een hervormingsprogramma kiezen voor ontslag en komt in aanmerking voor salaris. De eerste 3 maanden 100%, de volgende 6 maanden 85% en daarna 70%. Maar ze zijn wel verplicht om ergens te werken indien dat wordt aangeboden. Vakbondsleider Armand Sunder geeft aan dat het saneren van het overheidsapparaat geen makkelijke taak is. Aan de hand van het herstelplan van de regering vindt hij dat de regering bijna niet leert uit zaken die in het verleden zijn gebeurd. Omdat in 2006 is er al een grootscheepse poging gedaan om de public sector te hervormen. En nu zie je dus dat de overheid eigenlijk in de knel komt door een hoge salarisbil en op basis daarvan wil gaan saneren. Maar saneren zomaar, dat gaat niet lukken. Dat kunnen we a priori als stellen, komende uit de vakbeweging. De overheid is werkgever en de werknemers zijn in dit geval landsdienaren. En ze worden vertegenwoordigd door erkende vakbonden en vakcentrales. De aanpak in het herstelplan is helaas niet juist, omdat men de vakcentrales had moeten uitnodigen om te komen praten over die slanke en die inefficiënte overheid. Vakbondsleider Armand Sunder afgelopen donderdag tijdens de Econotori van de VES.